Yo, kijk van IMT, vandaag hebben we een hele nieuwe game, namelijk Super Meat Boy. Ik ga proberen om deze game zo snel mogelijk uit te spelen. Het is geen speedrun, maar we snel beginnen in wereld 1. The Forest. Ik heb deze game eens een keer helemaal eerder uitgespeeld en ik weet dat deze game echt ziek moeilijk is. En het is niet eens een game die je echt in een minuutje tijd kunt uitspelen. Insert a coin. The Forest. Nou, daar gaan we dan. Ik speel denk ik voor het allereerst met de controller, deze game. Dus ik weet nog niet precies wat alle controls zijn. Dus dit kan misschien een paar keer gefaald worden. En de tekst op beeld staat met A, B. Dat heb ik niet met de controller staan, want ik heb 1, 2, 3, 4 erop staan. Dat helpt ook zo heel erg lekker. En ik weet dat mijn grootste vijand de tijd gaat worden. Of iets wat erop lijkt. Zoals je ziet, ik val echt keihard met de muis en met mijn controller. Oh, maar ik speel lekker een controletje. Wat is er gebeurd? Is dat langzaam of zo? Ik heb echt dit spel. Ik weet niet hoe lang geleden ik heb het laatst gespeeld. En ik ben echt gewend om die onderste twee knopjes te drukken van een andere game, namelijk van Sonic. Warp zo sla ik over, want dat is gewoon extra bonus. En dat gaan we nou gewoon niet doen. Ja, ik begin toch weer onder controle te krijgen, de controls. Kijk eens aan. Great E+. Hoppa, naar beneden. En dan gaan we weer zo. Dan. Oh, toen kan ik wel springen. Op zich wel heel erg handig. Want anders gebeurt er niet veel. Ik weet dat deze game echt ziek moeilijk gaat worden. Hoppa, weer eentje dan. Nou is deze game nog echt ziek simpel. Maar als je game echt aan het einde komt, is het spel bijna gewoon niet meer te doen. En ik kijk hoe ver ik kom. Als het echt niet meer lukt, dan kap ik gewoon met deze game. Hoppa. Dus dat springen. Level completed. Kijk, ik weet dat je hier tussen doorheen kunt springen. Ik weet dat speedrunners het ook doen. Maar ik ben geen speedrunner. En ik ben totaal niet goed met deze game. Dus ik ga het maar niet proberen. Hoppa, weer E+. Deze game die wilde ik laatst nog kopen op de Switch. Maar dat heb ik ook maar niet gedaan. Want omdat ik zag dat deze game toen binnenkort gratis werd op Epic Launcher. En ik deze game... Nou, niet gekeken via Steam, maar via een vriend op USB-stick toen die tijd. Om puur een keer te spelen. Ik wilde het spel ooit nog een keer gaan kopen. Maar ja, nu is hij voor niks, dus... Altijd makkelijk. En nog even iets. Die game was trouwens niet illegaal, voor mensen die gaan denken. Die vriend had de game gewoon gekocht. En op een USB-stickje voor mij gedonderd. Dus is het trouwens illegaal? Dan? Volgens mij niet, want ik heb niks gedownload. En hij heeft er gewoon voor betaald. Is het dan illegaal? Ik weet het niet. Goeie vraag. Next level. Ik heb niet precies wat de stolp weet. Ik gewoon maar next. Best wel valt, zal wel. Meat Boy, het is geen idee om daar tussen vast te blijven hangen. En die tandwieling zou ik inderdaad ook niet raken, die messen. Ja. Plomp. Plat. Ik ga nu nog heel vaak zien dat iemand dat ik zo dood ga op deze manier. Ik weet dat ik dit in één keer kunt halen. Gewoon echt precies in één keer in het midden te landen. En daarna in één keer door te kunnen springen. Maar ik speel hier echt gewoon mijn stats. En daar. Ik weet niet zo meteen al bij de boss battle. Maar hier komt het in de allereerste tricky jump. Dus niet deze, ook niet deze, maar daar. Oeh, dat was ik bijna dood. Hey, boos in een warp zone. En van welke met die candies die er nog overal liggen, kunnen nog extra characters vrij spelen. Flat, dat is de volgende. A real struggle.
jump. I just wanna say, jump. Jump. Plats. Dat is echt heel noob. En dan kun je natuurlijk doorheen springen, waar ook ja. Oh my god, ik was voor me wel iets verder. Oké, dan gaan we weer running. Hoppa. Hop. En als je het als een leuke game vindt, laat even een like achter. Je kunt natuurlijk niet te abonneren daarvoor. Want deze game gaat natuurlijk meer spelen. En er komt als ook binnenkort een nieuw deel uit. Zie ik natuurlijk wel spelen als jullie dit deel leuk vinden. Want ik vind Meat Boy altijd wel een grappig spelletje eigenlijk. Ook om zo gewoon casual te spelen. Of soms mijn eigen gereedje na. Oh wacht, ik was dit gedeelte vergeten. Dat dit ook nog achteraan kwam. Ja, ik wist het helemaal niet eens meer, maar ik doe maar iets. Oké, spring. Maar wie heeft al die messen hier dan neergezet? Wacht even. Ik kan nou niet doodgaan. Dit is ook nog niet moeten doen. En dat is nog een E+. Ik dacht echt van, oh deze game, de eerste wereld doet maar weer eventjes zo. Maar nee dus. Maar helemaal niet met een controller. Voor mensen die weten, ik speel met een PlayStation 3 controller. Niet met Xbox. Ook niet met een Xbox One controller, maar gewoon met een ouderwetse PlayStation 3 controller. Waarom? Ik heb geen flauw idee. En die dead was echt gewoon zo jammer. Dus die was trouwens ook best wel jammer. Die was te verwachten. Dat ik ooit een keer mis zou gaan. Kijken. Ah, die is gesaved. Save dit. Maar als je deze stopt, zijn we wel meteen stil. Dat is op zich wel chill. Flap. Meteen naar beneden. En zo. And running. Daar. Got him. Kijk, we hebben het eerste endboss al. Wat in 7 minuten tijd. Nou, rennen gewoon meteen door. Hij is op dit moment best wel een heel set stukje. Het maakt ook bij deze boss niet uit hoe snel je bent, want op het einde moet je toch wachten. En die is op een van die echt een cheat. Dan kun je naar boven in het hoekje kon je staan. En waarom zit eigenlijk al die tijd op mijn muis in beeld? Kom er nu pas een keer op. Echt met die muis. Ik zie niks te zoeken, ik speel met controller. Natuurlijk op de PC. Normaal ben ik echt hekel aan controllers. Of controllers, hoe je het ook wil noemen. Sommige games maak ik een uitzondering. Zoals voor deze oude klassieker uit 2010 of zo. Is het ooit een keer op de markt verschenen? Nou, dat was vrij jammer. Dat was die. No! Echt, hoe doen speedrunners dit? Speedrunners doen het echt zo ineens door kunnen ze rennen. Ik weet precies wat ze aan het doen zijn in de game. En ik ben een beetje aan het aankloten. Misschien speel ik daar de game niet goed op voor. Kijk, ik ga dus bijvoorbeeld dood op zulke plekken, maar die speedrunners gewoon niet. Die skippen gewoon de halve ja, wereld eigenlijk. Ik weet niet precies hoe. Maar ze doen het. Oké, daar moeten we eigenlijk gaan springen of uit gaan kijken. Plat. Al die eekhoorntjes. Eigenlijk best wel sneu. En ik heb jeuk op mijn oor, maar ik wil gewoon niet krabben. Ik wil dit level eerst gehaald hebben. Ja, let's go, do it. Oh god. Ik heb hier boven stack level gehaald. Level dan. Ik heb dus een krabbel hoor. En in 8 minuten tijd hebben we de eerste wereld al gehaald. Binnen 8 minuten. Dat was best wel snel. He is proud. En daar gaat zijn vriendinnetje. There he go. En nu komt een heel set stukje. Al die dode eekhoorns. Ripperino's, red in pepperoni. En let op.
traantje. Ja, dat is ook een van de mes. Ja, dat is maar we komen nog een van de mes langs. Bot completed. Next world. Dat hebben we zo met fabriek of zo, deze wereld. Ah, de hospital. Oh, wrong button. Dan krijg je 1, 2, 3 en 4 op staan. Ik weet niet wat het precies A is. Ik onthoud nooit de button layout. Dat mag ik niet aanraken. Dat wist ik wel. Dat wist ik ook. En Bandai. Almost. Fail your. Concentratie hier voor dit kleine stukje. Start. Level completed. Oh, dat was dit level. Nee, niet zo. Dat is halen. Ja, jump. Maar ik vroeg dat ik heel lang op dit level vastgezeten heb. Maar op dit level is stuk mag niet springen. Maar heel zachtjes. Plat. Dead. Dead moment. When you knew. Be dead. Misschien moet ik meer op een switch controller hier zo op aansluiten. Het is een veel kleiner speel, want dan staat er tenminste ABC. Nee, AB, iets IX op. Maar je krijgt een nieuwe mechanic. The win. Hoppa. Ta-ta-ta-ta. Vlieg, mijn meat boy. Vlieg omhoog. Naar al het geluk wat je tegemoet komen zal gaan. Oh god, nee, niet dit level. Dit level ken ik nog wel. Het is echt een level wat heel lastig is. Vooral het bovenste gedeelte. Gewoon dit gedeelte. Echt zo immens lastig. En ik doe het gewoon in één keer. Vroeger kon ik dat gewoon echt nooit. En hup, running. Oh, bijna. Plat. Ja, bijna wat er moest gebeuren. Op de ene plat na. Gewoon niet wat hier beneden ligt. Ik weet niet of dat heel annoying bos. Naar deze wereld. Met een of andere reds. Smurry bos of zoiets. Wauw, ik ben echt noob. Running, running, running. Dat liedje van Beyoncé was dat toch? I got no flint and steel anymore. Level completed. Oké, alleen dit leveltje nog en dan vind ik wel mooi is bij deze episode. Hier komt ons eerste leuke blob steken. En dit was ook onze endboss, deze hier. Alleen dan even 10 keer zo groot en 10 keer zo vervelend. Hier zitten we met best wel heel veel mensen vast, bij die bos. En dit is best wel een heel vervelend leveltje eigenlijk. But we did it. Back to the map. We zien hem op een heel groot stukje van chapter 2 klaar. Dus laat in ieder geval even een like achter. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer.